In eerste instantie ben ik natuurlijk al 30 jaar geleden hier afgestudeerd aan de academie. Dit jaar doe ik verkort 1 jaar. En dat doe ik eigenlijk om mijn leerlingen, mijn VWO-leerlingen, meer te ondersteunen in hun onderzoek wat ze doen. Mijn werk bestaat uit verschillende eindwerken. Mede geïnspireerd door mijn artistiek onderzoek. Mijn artistiek onderzoek gaat over het verzamelen tijdens mijn wandelingen in de vrije natuur en hoe mij dat ruimte geeft in mijn hoofd. En tijd, dat heb ik wel, altijd tijd tekort. Dus wat heb ik daarvan geleerd om anders om te gaan met mijn tijd, maar ook om wat selectiever te zijn van wat is belangrijk en wat is niet belangrijk. En loslaten. Nou, ik heb een wandeling georganiseerd. Met eerstejaarsstudenten hebben we een wandeling gemaakt, een ode aan de wandeling, een soort stoet. En dat was wel heel speciaal.